Ja, het uur u nadert voor FC Volendam. Gaan ze promoveren of niet? Ja, is dat ook de reden dat je nou een oranje shirtje hebt aangetrokken? Ja, dat dacht jij dan. Ja, natuurlijk wel. Toepasselijk. Jij hebt ook een beetje oranje. Klein accentje, klein accentje. Ja, maar het gaat goed komen. Gaat gebeuren tegen FC Den Bosch. Daar gaan we natuurlijk over praten in deze uitzending. Maar ook over de overstap van Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United. Dat doen we met onze gasten Frans Thijssen en Henk ten Katen. Welkom bij aflevering 36 alweer van de Aftrap. Aan tafel zit een oud-voetballer van Telstar, toch? Henk ten Katen, welkom. Ja. Ja, ik was deze uitzending aan het voorbereiden. Toen dacht ik, ja, hij heeft alle grote clubs getraind. Bij diverse clubs gevoetbald, maar ook een jaartje Telstar. Ja, dat was in, even kijken, 80 denk ik. 81, 82. Ja, ja. En Telstar werd vierde. Ja, in de eerste divisie. Dat is een goed elftal. Ja, kijk je daar met veel plezier op terug op die tijd? Ja, zeker wel. Mijn spelers ken ik nog wel. Koos Kuut, Tony Kamphuis, Floortje Buma, Joyce Ndjago, Schoor, trainers Jo Brandt, Jan Nijdenburg in de goal natuurlijk, Marcel Liesdek. Maar net niet gepromoveerd dus dan, denk ik. Nee, net niet. We speelden een na-competitie en we hadden wat pech met blessures. Want we waren echt wel heel erg goed toen. Leuk dat je er bent. Ja, graag. Frans Thijssen die beleefde zijn hoogtijdagen in Engeland bij Ipswich Town en bij FC Twente in de eind jaren 70, begin jaren 70 ook al. Daarna ging je trainersvak in. Frans, voetballer blijft toch het allerleukst, toch? Ja, absoluut. Ik zou het ook anders gedaan hebben als ik een tweede leven zou hebben. Eigenlijk niet het voetbalgedeelte. Want ik heb een geweldige tijd gehad samen met Arnold in Engeland. En ook daarna nog in Nederland. Ook nog lang door kunnen gaan. Dus ja. dat kan ook niet iedereen door blessures en noem het maar op. Dus ik heb tot mijn 39e gespeeld. Dus dat is vrij lang. En was ook nog speler van het jaar hè, in Engeland. Ja, dat is ook mooi meegenomen. Dat verwacht je natuurlijk ook niet als je naar Engeland gaat. Want ik ging van Twente naar Engeland en Arnold zat er al een paar maanden eerder. Maar dan probeer je te bewijzen. Want te bewijzen dat Bobby Robson de juiste spelers heeft binnengehaald. Hele mooie tijd. Leuk dat je er bent. Ja. Goedenavond, Nettie. Hey, hallo, Edward. Als altijd achter de bar bij ons voor onze drankjes en lekkere snoepjes. Ik moet de laatste tijd steeds aan die buurman van jou denken, wat je een paar weken geleden vertelde. Die had toch zo'n Volendam-vlag aan zijn huis hangen? Ja, nog steeds. Gaat goed, hè? Ja, ik ben normaal niet bijgelovig, maar zolang die wappert gaat het goed. Goed zo. Ja, we gaan gelijk door met FC Volendam. Want misschien gebeurt het vanavond wel tegen FC Den Bosch. Misschien gebeurt het zondag tegen ADO Den Haag. Of pas volgende week tegen FC Dordrecht. Maar die promotie naar de Eredivisie die gaat er toch echt wel komen. Maar de trainer van Volendam, Wim Jonk, die is als altijd nuchter. Nee, je moet gewoon een goede wedstrijd spelen. Dat geldt voor Den Bosch, dat geldt voor ons. Er staan veel belangen op het spel van beide kanten. Dus dat zijn de mooie wedstrijden. Dat wordt een goede strijd. En maken wie daar de bovenliggende partij wordt. Dus dat moet je afdwingen. Ik sprak gisteren met Jeroen Verhoeven en Robin van Zanen. Zij werden in 2008 kampioen met Volendam. Ze zeiden, het maakt ons eigenlijk helemaal niet uit hoe wij toen speelden, want dat herinnert toch niemand zich. Als we maar kampioen worden en promoveren in dat geval. Zie je dat ook zo? Ja, nou, dat weet je. Het gaat om resultaat. Je moet maken dat je resultaat speelt. Dat kan op verschillende manieren. Wij zoeken natuurlijk altijd wel naar het positieve van het voetbal. Maar ja, er zullen ook momenten zijn dat het anders moet. Nou ja, dat hebben we ook vaak genoeg gedaan. Dus laat me komen. Henk, de spanning loopt op, maar de finish is nabij, toch? Ja, wel. En ik gun het Wim zo. Als je ergens mee bezig gaat, je start een project. En je bent er dan zo dichtbij. Terwijl je uit een situatie komt waarin het even wat minder ging natuurlijk. Maar op tijd, zeg maar, het team heeft zich herpakt. En ik heb alle vertrouwen in dat het vanavond gaat lukken. En ze hebben ook beloofd dat ze binnen 3 jaar naar de Eredivisie zouden gaan. Dus. Ja, nou daarom. Dus dat is één. Maar ook het feit dat je er dan zo dichtbij bent. En eigenlijk, je hebt veel meer dan één kans nog hoor. Maar ik neem aan dat ze gelijk de beste gelegenheid aanpakken. Om het vanavond gewoon klip en klaar te maken. Maar moet je spelers nog een beetje met de voetjes op de grond houden of hoeft dat niet? Nou, ik denk gewoon dat spelers zijn al natuurlijk de hele week ermee bezig. En eigenlijk al weken mee bezig. Ja.
En die spanning is er al op geweest. Dat is de periode geweest dat ze een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. En goed verloren, ook dik verloren. Ja. En dat je opeens dacht van, hé, wat is hier aan de hand? Maar dat is dan toch dat stukje spanning wat om de hoek komt kijken. En ik denk dat de technische staf dat nu volledig onder controle heeft. Frans, het officiële feest is 8 mei pas. Is dat niet zonde eigenlijk, als je het vanavond kunt redden? Ja, dus ja, ik heb natuurlijk... mijn laatste club was Vitesse. Ik heb ook de eerste jaar... was ook eerste divisie. Ook toen kampioenschap. En dat zijn, ja, dat zijn dan... ook voor mij is dat toch weer een speciale prijs eigenlijk. Ik bedoel, natuurlijk ben ik in Engeland geweest. Voetballer van het jaar. En je komt in de eerste divisie terecht. Eerste keer dat ik in de eerste divisie speelde. En het is toch weer een prijs. En het is toch weer een feestje en gezelligheid. En, wil je dat niet meteen vieren? Ja, toch? Ja, wel, dat wil je niet meteen vieren? Ja, natuurlijk. Maar goed... Dan wil je die laatste wedstrijd ook meepikken. En ja, natuurlijk wil je dat als je Emmen vorige week ziet, meteen de volgende dag, huppatee, naar de plein. Dat zou toenertijd met Bert Jacobs ook wel gebeurd zijn. Hè? Want die ging nooit naar huis na een overwinning met een glaasje water. Hè? Nee, dus, die gingen de gezelligheid voorop, hè? Ja, precies. Dus, zou mooi zijn. Zien jullie Volendam wel eens spelen? Ja, natuurlijk wel. Ja? Ja. Nou, jij bent veel in het buitenland, begrijp ik. Dus jij... Jawel, nee, maar je hebt tegenwoordig van die kleine kastjes. En dan kan je over de hele wereld kan je Nederlandse televisie kijken. Ja. Dus dat zie ik ook. Ja. Dus ik volg wel de Nederlandse competitie, zeker. En op vrijdag is dat voornamelijk dan... kijk naar het schakelprogramma van Hans Kraaij. Zie je alles voorbij komen. Dan zie je al die wedstrijden een beetje voorbij komen. En wat vind je dan van het niveau, Henk? Het valt er niet mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. En wat vind je er niet goed aan dan? Nou, het lijkt wel dat idee heb ik... dat het tempo in de wedstrijden te hoog ligt voor de technische kwaliteit. De spelers zijn fysiek heel sterk. Het gaat allemaal heel snel. Denk ik soms te snel voor sommige spelers. Ja, maar waren de kwaliteiten, dan praten we weer over vroeger... vroeger beter dan nu? Nou, dat wil ik niet zeggen. Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat je vroeger meer tijd had. Oké. Ja. Dat zou kunnen. Maar als ik zo doorsnee kijk naar waar het Nederlandse voetbal staat... Europees gezien... dan was het voetbal vroeger inderdaad beter. Want toen stonden we echt bij de top. Top 3 landen. Toch hebben we een heel goed seizoen achter de rug. Ik bedoel, ik geloof dat Nederland op de coëfficiëntenlijst... na Engeland op de tweede plaats staat. Ja, maar daar telt zeg maar de punten die je haalt in de Conference League... die tellen net zo zwaar als de punten die je in de Champions League haalt. Ja. Dus een beetje een beetje kromme redenatie. Ja. Is dat hetzelfde als Roger Schmid zegt van dat PSV de kwartfinale heeft gehaald... dat het een goede prestatie is? Want dat hebben ze al jaren niet gepresteerd. Maar ja, het is wel de derde... In de Conference League. Ja, dus dan moet je een beetje belachen. Trouwens, Feyenoord zit in de halve finale. Laten we dat niet vergeten. Nee, dat is mooi. Nou ja, dat is dan een stuk beter, toch? Of niet? Ja. Terwijl PSV meer kwaliteit heeft. Dus hoe goed is dan die prestatie? Dus dat is een beetje een mooi doenerij voor de bühne van Schmid. Dat heb ik het gevoel van wel, ja. Vind je het niet een beetje moeilijk worden, Henk? Met de Conference League en je hebt de Europa League en je hebt de Champions League. Het jammere van voetbal is dat alles tegenwoordig om geld draait. Ja. En in die Conference League ook. Dus tegenwoordig zijn er dan ongeveer... even kijken of een ploeg kwalificeert zich wel niet voor Europees voetbal. In de grote landen 8 of zo. Ja. Er gaat wel 4 naar de Champions League in Engeland. Ja, weet je wel, dus daarmee is die competitie... die strijd die normaal gesproken voor Europees voetbal deed... is al voor een groot gedeelte weg. Omdat het is nu al 1 tot en met 8 Europees speelt in dat soort landen. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Dus gewoon net als vroeger Europa Cup 1, 2 en 3, klaar? Ja, en gelijk beginnen met een knock-out. Ja. Nou, duidelijk. Nou, we zijn eruit. Ja, na de verloren bekerfinale tegen PSV speelt Ajax in de Eredivisie zaterdag een uitwedstrijd tegen NEC. PSV gaat in Leeuwarden bij Cambuur op bezoek. Nou, opvallend was natuurlijk afgelopen zondag de invalbeurt bij Ajax van Mo Iatare. Erik, de invalbeurt van Iatare, was dat een beloning voor zijn harde werken? Of hoe zie jij dat, waarom jij hem bracht? Ben je gek? Dat is om de wedstrijd te winnen. En dat is het idee. Is die ook een provocatie? Pardon? Een provocatie? Nee. Hey. Dat is een idee om de wedstrijd te winnen. Ja. Hey, anders had ik hem er ook niet bij genomen. Hey, maar we hebben geen... Anthony is weg. Labiat is weg die dat zou kunnen spelen. Ja, we hebben geen alternatief op de rechterkant. En je weet dat Mo, en dat hebben we ook op de training gezien, hebben we ook bij Jong gezien, ja, die kan in één moment... kan hij iets weergeloos doen. Die kan out of the box.
En kan hij wat creëren en kan hij beslissend zijn. Zie je Iatara nog van waarde zijn voor Ajax? Ja, het is natuurlijk een jongen die wel kan voetballen. Mentaliteit niet altijd even goed geweest. Nee. Een moeilijke periode. Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat hij wat extra's kan gaan brengen. En dat hoop ik ook te zien van hem na een moeilijke periode. En ik heb er wel vertrouwen in, moet ik zeggen. Begrijp je zoiets? Begrijp je zoiets? Nou, begrijp je zoiets dat hij zo ver terug kan vallen? Ja, maar ja, goed. Zo'n groot talent. Ja, er zijn jongens er zijn meer jongens in de Eredivisie waar het aan de mentaliteit mankeert, niet aan de voetbalkwaliteiten. En dat is bij hem eigenlijk ook een beetje het geval. Hij kan hartstikke goed voetballen. Maar ik heb hem ook wedstrijd zien spelen. Denk ik, zo zou ik hem ook niet opstellen. Met die instelling. Dus ik begrijp dat hij de vertrouwen krijgt. Want anders halen ze jongen ook niet binnen. En dat is ook het belangrijkste in die beginfase. En dat zou ik ook op die manier proberen op te lossen. Ja, ja. Henk? Ja, ik vind het een heel groot talent in. Dat is duidelijk. Hij heeft natuurlijk nooit voor zijn kiezen gekregen. Zijn vader ook overleden. Zijn vader overleden. Ja. En ik had het gevoel dat hij heel erg aan zijn vader hing. Ja. Hij was echt jong natuurlijk toen. Ja, en hij was erg jong. Gelijk daarna een overstap naar het buitenland. En dan naar een club waar hij ook niet echt, volgens zeggen dan, wat ik van hem zelf gelezen heb, niet de aandacht krijgt die hij nodig had om te kunnen presteren. Maar als je één vinger naar de ander wijst, wijzen er altijd drie naar jezelf. Dus het ligt voornamelijk bij hemzelf. Ja, want als je zo'n mooie toekomst voor je hebt en je verkloot het dan eigenlijk in de tijd van een jaar. Nou ja, dat, ik hoop niet dat hij het verkloot heeft. Hè, want kijk, je kunt uit vorm raken. Hè, en je kunt het een beetje kwijt zijn. Maar als je vervolgens 15 kilo overgewicht meebrengt als jonge profvoetballer. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Dus dan heb je jezelf wel laten gaan. En dat is niet goed te praten. En dat aspect zal hij zeker moeten verbeteren. Wil hij überhaupt nog een mooie carrière in de voetbal maken? Maar hij komt er weer bovenop. Ja, ik denk het wel. Het is een uitzonderlijk talent. Ja, absoluut. Ja. Zie je dat op de goede plek dan bij Ajax? Varenburg heeft zich natuurlijk over hem ontfermd. Nou ja, ik denk het wel. Ajax is bij uitstek de club waar je als jonge speler goed zit. Omdat je bij Ajax als jonge speler ook de kans krijgt om te spelen. Natuurlijk wel de vraag met wie die nu gaat trainen. De hele clubcultuur is daarop gericht. De hele opleiding is erop gericht om jonge mensen de kans te geven. Nee, dat begrijp ik. Maar Overmars en Ten Hag hebben hem natuurlijk gehaald. En die zijn straks alle twee weg. Ja, dan is de vraag, hoe gaat dat straks verder? Ja, dat zou in het buitenland zou dat inderdaad op geld doen. In de zin van, hey, de trainer die je gehaald hebt is weg, dus jij gaat aan de kant. Ja. Ik denk in Nederland niet, en zeker niet bij een club als Ajax. Want ik denk dat en iedereen in Nederland wel heeft gezien dat deze jongen uitzonderlijk goed kan voetballen. Absoluut. Frans, Ten Hag naar Manchester United. Gaat hij daar slagen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het is moeilijk, hè, bij Manchester? Ja, natuurlijk is het moeilijk. Een grote club, hè. Ik bedoel, als ik terugdenk aan heel vroeger toen ik jong was. Ja, Manchester met Bobby Charlton, Jackie Charlton, Nobby Styles. Die oudjes van vroeger. Ja, dat was toen ook mijn club eigenlijk. En nou ja, goed, in Engeland natuurlijk in de wedstrijd tegen Manchester, geweldig stadion en de sfeer altijd enorm. Dus het is een grote uitdaging voor hem. En ik denk dat hij het bij Ajax heel goed gedaan heeft. Ja, waar het om gaat, het is een hele grote club. En met heel veel stromingen binnen zo'n club. En het gaat erom dat je die stromingen managt, probeert te managen. Ik denk dat hij het geluk heeft dat er al voor hem een aantal reputaties gesneuveld zijn. En dat daarom men er nu wel achter gekomen is dat de kwaliteit van de spelers die ze hebben niet van die kwaliteit is echt om een kampioenschap te winnen. Maar je hebt ook dus dat hij misschien de tijd gaat krijgen en de rust, dus dat er veel minder snel
druk op hem zal gaan plaatsvinden. Omdat hij de tijd gaat krijgen om iets op te bouwen. Ja, want die druk waarover je het over hebt, ook van oud-voetballers hè, van Manchester. Want ja, vooral van oud-voetballers. Die hebben allemaal een column in een krant. Yeah. En die zitten allemaal bij dit soort programma's. Yeah. Te vertellen hoe het moet. Ja, de kick-off. Ook de botte bijl te hanteren. Yeah. En ja, nou ja, daar heb je mee te maken. En als je bij een grote club traint, ik heb bij Ajax getraind, dan heb je precies hetzelfde natuurlijk. Maar dan nemen ze wel over. De druk bij Ajax is groter dan dat je bij PSV traint. Maar ze nemen het wel over, de mensen, als dat geschreven wordt. Dat is juist de... Nou ja, een hoop mensen wel. En het is de macht van de media. Yeah. Ja. He, want dat soort programma's waar die gasten in zitten, dat wordt door echt miljoenen mensen bekeken. Ja. En als dan een ster, weliswaar een ex-ster, gaat vertellen hoe slecht het wel niet is. Terwijl hij zelf uit een generatie komt die heel succesvol geweest is bij Manchester United. Ja. Dan wordt het heel snel een zoete koek geslikt. Het is niet altijd even correct hoor, en even terecht. Tot zover even United. Laten we ook nog heel even naar Ajax kijken. Want daar komt dus nu een vacature. Daar wordt een trainer gezocht. Ja. Suggesties? Nou, ik lees Schreuder, lijkt me wel een goeie. Die nu bij Club Brugge zit? Ja, lijkt me een goeie. Die heeft er al een paar jaar gezeten. Daar waren ze erg over te spreken, wat ik begrepen heb. En, dat zou een goede keuze, of dus Schreuder. Dat zou een hele goede keuze zijn. Ja, opperde vorige week nog Ron Jans, bijvoorbeeld, die het goed doet bij Twente. Staat van dienst. Ja, weet ik niet. Zie je het twijfelen, Jogen? Nou ja, Ron heeft nog niet op dat niveau gewerkt. En Schreuder natuurlijk wel, ook niet. Of nou, wel, natuurlijk wel. Hij heeft bij Hoffenheim gezeten in de Bundesliga. Ja. Nou ja, dat is wel een behoorlijk niveau. Op in België. Ja. Ja. Hij staat nu op de drempel van een kampioenschap met Club Brugge. Ja. Die staan maar 3 punten achter in de play-offs. Dus ja. Die hebben een hele goede kans. De laatste 8 wedstrijden hebben ze gewonnen. Ja. Dus ja, dit is wel een jongen die in ieder geval wat meer ervaring heeft. En past op hij Ajax. Hij heeft in Barcelona gezeten. Weliswaar maar 1,5 jaar. Niet al te lang, maar toch. Mm-hmm. Dat is, ja, weet je, dus ja, dat neem je wel allemaal mee als bagage. Ja. Dus ik denk wel dat hij heel erg op de Ajax dan past. Frans, mee eens? Ja, helemaal mee eens. Ja. Die namen, ja, dat zijn de namen die het eerste opkomen eigenlijk bij je. Want voor de rest zou ik het eigenlijk ook niet weten welke trainer nog meer in beeld zouden. Ja, maar Peter Bos werd ook weer genoemd. Ja, goed. Maar goed, zeg maar, Ron Jans, Bos heeft natuurlijk wat minder prettige ervaringen nu met zijn laatste clubs. En, dus dat zal misschien een beetje tegenwerken. Maar voor de rest kom je dan toch weer een beetje op deze namen terecht. Ja, ja, in 2006 werd Henk de Katen trainer bij Ajax. Als opvolger van Danny Blind. Die had toen wel de KNVB-beker gewonnen, maar in de competitie ging het allemaal niet zo best. Jij was toen 3 jaar assistent geweest, hè, bij Barcelona. En in Amsterdam werd je voor het eerst hoofdtrainer van een topclub. Ja, ik denk dat hoofdtrainer bij iedere club een aparte en bijzondere functie is. Het feit dat je hoofdtrainer bent is sowieso een aparte functie. Die niet te vergelijken is met geen andere baan in de maatschappij. Want je wordt namelijk bijna per dag gewikt en gewogen. Door jou en je collega's. En dat is inherent aan deze baan. Dus in geen andere functie vindt dat plaats. En ook nog een keer publiekelijk. Dus het is een hele, hele aparte job dit. Heeft u zelf dan het gevoel dat u nu toch aan iets speciaals begint? Omdat het uw eerste functie is als hoofdcoach bij een echte topclub? Nee, niet. Want voor mij is het werken zoals ik bij andere clubs gewend ben te werken. En het enige verschil is dat er iets meer collega's van jou aan de persconferentie deelnemen dan anders. Maar het verandert het werk niet. Weet je nog hoe dit voelde, Henk? Een Amsterdammer, trainer van Ajax. Nou, ik zie in ieder geval dat mijn haar nog zwart was. Ja, dat viel me heel klein op. De rest ben je niet veranderd, toch? Nou, ja, als je wat ouder. Hij heeft nog net zo bruin, maar ja, haar is als je lekker in Spanje zit. Ja. Nee, maar ik sta nog steeds achter wat ik daar hoor. Kijk, dat was Stekelenburg. Jeroen Stekelenburg, ja. Ja, die stelde die vragen. Dat was een hele onervaren journalist toen de tijd. En ik had al 4 clubs in de Eredivisie getraind. En redelijk succesvol, mag ik wel zeggen. Dus het was niet zo'n erg een grote verrassing, hoor. Nee, maar hij bedoelde natuurlijk echt bij een topclub. Jawel, maar het verschil. Waar het om gaat, is dat je het vak trainer
is dat je bij welke club je dan ook zit, je moet het maximale rendement moet je proberen uit te halen. Het enige wat er bij een topclub bij komt kijken, is de druk van buitenaf die gecreëerd wordt door de pers. Wat je aangeeft, ja. Dat zei ik dus, als ik bij NAC trainer ben en daar derde eindig in de Eredivisie, en met Vitesse derde geëindigd, en met Sparta vijfde geëindigd, en de bekerfinale gehaald met Sparta, zijn dat ook prestaties. En is er ook druk bij dat soort clubs. Alleen, die druk is kleiner, omdat Ajax nou eenmaal vele malen groter is. Maar heb je het later dan ondervonden, die druk, die stromingen binnen Ajax? Ja, natuurlijk voel je dat. En dat probeer je te managen. Ja. Dat is niet makkelijk. Dat is wat Ten Hag dus met United ook gaat krijgen. Het trainersvak op zich, hè, is hetzelfde bij Volendam als bij Sparta. Daar verandert niks aan. Want als je dagelijkse werk, je staat op het veld met die gasten. Je bedenkt een tactiek. Je hebt een spelsysteem. En dat ga je trainen. En de kunst van trainen, dat is herhalen. Dus heel veel herhalen om dingen in te slijpen. En uiteindelijk hoop je daar een resultaat te zien op het veld. Dat is je core business. En daarnaast, en dat zal je zeker bij Volendam ook hebben, dat je zeg maar heel veel stromingen binnen in dat dorp hebt, waarvan de ene zegt, ja, waarom gaan we niet linksom? En de ander zegt, waarom gaan we niet rechtsom? Ja. En die jongen die kan er niks van. En de ander zegt, die jongen is een topper. En zo gaat dat maar door. En het belangrijke is dat je probeert als trainer jezelf af te sluiten van al dat geouwe hoer, want het is het niet anders. Mm. En dat je lekker door blijft gaan met datgene waar je mee bezig bent. En zorgen dat je resultaten haalt. Ik won toen in dat jaar de Johan Cruijffschaal en de beker. En we verloren het kampioenschap. Of wat ik zei, ik, maar het is natuurlijk we. Één of twee doelpunten? We wonnen de beker en we wonnen de Johan Cruijffschaal. En op één doelpunt wonnen we niet de Eredivisie. Dat was het meest spannende slot ooit, hè, van de Eredivisie. Ja, nou, daarom. Dus weet je, een hele mooie ervaring geweest voor mij. Maar te kort? Want je bent daarna vrij snel, het seizoen erop, vrij snel weggegaan. Ja, ik ben weggegaan. Ja. Ja, dat zei ik ook. Daarna ben je weggegaan. Daar hebben ze nog een hele hoop geld voor gekregen ook. Okay. Ik ging naar Chelsea ging toen. Ja, wat leverde dat op dan? Die betaalde €1 miljoen toen de tijd. Echt waar, ja? Ja, aan Ajax. Okay. Dus het was een hoop geld. We verlaten even deze tafel en we gaan straatvoetgolf spelen met niemand minder dan presentator en groot voetballiefhebber Kees Tol. Ja, gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? Goeiedag, Kees. Goeiedag. Fijn dat je er bent. Nou, waar ben ik in beland? Nou, ja, in een speeltuintje. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar met een voetbal. Ja, wat heb jij met voetbal? Niks. Niks? 0,000. Ik heb het vroeger nooit gedaan. Ik kijk het nooit. Ik speel het niet. En het interesseert me ook geen hol. Maar het is toch hartstikke leuk? Goed. Succes. Heb ik nodig. Ja, ik sta, ben aan het hangen met mijn vuist. Oh. Jij mag beginnen. Wil jij dat ik begin? Ja. Waarom wil je dat? Omdat ik dan gewoon een beetje kan zien wat jouw tactiek is. En daar hou ik me dan maar een beetje aan vast. Nee joh! Op de auto! Jeetje, dit krijg ik niet voor elkaar, hè, jongens. Hopsakee! Kijk! Laat liggen! Dat haat ik dit! Nou kom! Oh! Ja! Hij moet er overheen, hè? Oeh! Ging goed? Ja, hij toch? Is wel goed. Motherfucker, heeft het dan weer toch weer voor elkaar. FC Volendam. Ja. Ik woon echt op een steen waarop afstand van het stadion af. Mm-hmm. Dus ik krijg het echt wel mee als FC Volendam speelt. Alleen nu hangt het er natuurlijk om of we gaan promoveren, ja of nee. Nou, het ziet er vrij goed uit. Het ziet er vrij goed uit. Maar gaan wij promoveren, dan zijn die wedstrijden worden verplaatst naar zondag. Mm-hmm. Dan krijg je dus elke zondag krijg je dus al die supporters uit het hele land naar Volendam. Die willen dan zuipen, die willen drinken, die willen gezelligheid op de dijk. En daar is die dijk eigenlijk niet helemaal voor gemaakt. Mm. Ik krijg nu wel een doos eieren volgens mij in mijn raam als ik dit zeg. Maar dat is, zo sta ik er wel een beetje. Oeh! Ik haat het spel. Ik denk dat de gemiddelde biljarten jaloers op zou zijn. Kut toch op! Wie is je favoriete speler van FC Volendam? Ja, even je kennis. Oeh, ken ik er eentje? Tuurlijk wel, er zijn heel veel Volendammers die... Oh, niks zeggen. Oh, in het eerste elftal spelen. Oh, dit is wel heel erg.
Zijn er Volendammers die... Vlak speelt hij nog in Volendam? Of, nee? Nee, die zit bij Emmen tegenwoordig. Die jaar zit in Vlak. Bij Emmen, ja. Kut. Ga ik al de mist in. Nog een Volendammer. Oh, wacht even. Beers. Ha, nou heb ik je. Jim Beers. Ja. Ja. Dat is je favoriete Volendam? Of nou is dat ja, de enige, dat is de enige die nu even in me opkomt. Robert Muren. Oh ja, die is ook Die moet je terug. Toch kennen. Oei. Je bent nog een keer. 14-11. 20 rondjes voor de verliezer. 20? Ja, 20. Dat is wel heel veel hoor. Ja, maar het moet ook een beetje vervelend zijn. Kunnen we het dan niet gewoon 10 doen? 15. 15. 15. Oh god! Jij! Nu wordt het spannend! Oh, jammer. Nou, ik vond dat ik het helemaal niet zo slecht heb gedaan. Ik vond een fantastische bal. Ah, dit is nog maar 1, 4, 7, 11, 15. Yes! Oh. Goed gedaan. Duizelig, joh. Nou ja, Edward, dat was toch geweldig, Kees? Kees Doel. Zo'n groot voetbalfan. Nou ja, duidelijk. Hij heeft er helemaal niks mee. Nee, dat is duidelijk, ja. Want ik vroeg aan hem, wil je meedoen aan straatvoetgolf? Toen zei hij, ik heb helemaal niks bij voetbal. Ik zei, man, niks, dat maakt. Maar ik ken wel een pirouette draaien, zei hij. Nou, je zag aan zijn techniek dat het inderdaad... Nee, hij heeft inderdaad nooit gevoel. Dat zag je gelijk. Maar hij heeft andere kwaliteiten. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, absoluut. Ja, er zijn wat attributen meegenomen richting de tafel. Tenminste, bij jou zit het in het hoofd, dus daar gaan we zo mee verder, Henk. Maar Frans, je hebt een foto meegenomen. Ja, als je naar Volendam gaat en dan... ja. En ik heb thuis een beetje rondgekeken. Dan denk ik van, ja, dan moet ik eigenlijk... De foto meenemen waar ik met de familie Muren in de Engelse tijd heb meegemaakt. Hè. Want waar dus, staan jullie hier? Waar is toen, dit? Dat is ja, een van de, niet, de, niet de, eerste, de eerste trip naar Engeland. Want Arnold was er al natuurlijk. Arnold kwam in de zomer en ik kwam in februari. Maar het is een leuke herinnering van een leuke tijd. Als je nu in Engeland komt, dan is het echt... ik ben pas terug geweest voor een reunie. Want we hadden, ja, dat was 40 jaar geleden, we de UEFA Cup wonnen tegen AZ toen de tijd. Met Ipswich, ja. Met Ipswich. En ja, als je dan teruggaat, ja, dat ken je hier niet. Hè. Hier ben je uitgevoetbald. Dat is toch gek, hè? Dat hoorden we Wim Jonk ook al een keer hier aan tafel vertellen. Als hij in Milaan komt. Je moet weer de hele urenlange handtekeningen zetten. En met iedereen dat gaat echt zo. En in Nederland... is dat, ja, in Nederland hoef je nooit een handtekening te zetten. Of je moet op het gemeentehuis iets moeten tekenen. Maar voor de rest, in Nederland vraagt niemand om je handtekening. Maar ze wilden toch ook een standbeeld van jullie bij Ipswich? Ja, dat weet ik niet, maar... ja, toch, dan waren ze toch... Tom van Ulsen was daar voorstander ja, van. Ja, maar goed, zijn jongens die daar wat langer gespeeld hebben. Zoals Kevin Beat, die heeft daar ook een standbeeld tegenwoordig. Die ook overleden is. En die is natuurlijk een man van de club en... En die gaan altijd voor, zeg ik dan. Maar goed, ze vergeten je nood. Hè. En dat is wel heel speciaal. Maar hoe kan dat toch dat het in het buitenland... Ja, het leeft, gaat, leeft in daar Nederland. Gewoon zijn veel wij dan zo'n nuchter volk? Leeft daar gewoon veel meer als hier. En ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ja... Herken je dat, Henk? In Nederland is bij uitstek een land dat je niet met je kop boven het maaiveld uit mag komen. Want dan wordt het afgemaaid. En er is weinig... zeg maar... Respect? Ik weet niet of het respect is, maar affectie met mensen die vroeger iets gepresteerd hebben. Het club-iconen. Ja, bijvoorbeeld. Er zijn clubs die helemaal niks met een club-iconen doen in Nederland. Jammer toch? Dat is heel jammer. Mijn roots liggen voornamelijk bij Go Ahead. Daar heb ik natuurlijk het langste gezeten. Geloof alles bij elkaar, 16 jaar. Maar daar zijn ze nu gelukkig... begonnen met oud-spelers iedere keer uit te nodigen naar wedstrijden. En dat is toch zeg maar de historie van de club weer te geven naar de jongere generatie die een aantal spelers nog ja, misschien wel eens over gelezen heeft of van horen zeggen heeft. Maar die worden dan uitgenodigd door de club en die worden voorgesteld aan de sponsorengroep en noem maar op.
Ik vind het wel heel erg goed dat dat gebeurt. Dat die oudspelers weer bij die clubs betrokken raken. Zo hoort het toch, Henk? Ja, het is veranderd. Hè. Vroeger, ik zei net al, ik heb 16 jaar bij Go Ahead gezeten. Wie zit er nu nog 16 jaar bij een club? Ja. Weliswaar als trainer en speler, maar wie zit er nu nog zo lang bij een club? Er zit niemand meer zo lang bij een club. En weet je, dus bij Barcelona is een social club is er opgericht. Door Laporta toen de tijd. Die ontdekte dat een aantal oud-spelers die niet de gloriejaren hadden meegemaakt, financieel gezien, dat die het gewoon heel slecht hadden. Hm. En die heeft toen gezegd, maar wacht eens eventjes, het gaat de club heel goed. Wij moeten ervoor zorgen dat die mensen die onze club groot gemaakt hebben, dat die niet wegkwijnen. Ja, dat is goed. En die is daarnaar op zoek gegaan. En die is een soort van, er werd één wedstrijd per jaar gespeeld. Vriendschappelijke wedstrijd. Waarin de opbrengst, en het was de opbrengst van Barcelona is minimaal een miljoen. Dat ging dan in een fonds. En dan werden al die oud-spelers mee. Er werd voor gezorgd dat ze niet zonder airconditioning kwamen te zitten. Of als er medische kosten gemaakt moesten worden die niet door de verzekering gedekt werden, dat het dan niet gebeurde. Nee, dat deed aan de club. Dus er is een social club is er opgericht. En dat zou in principe bij iedere club zo moeten zijn. Ja. Ja. Dat men die oud-spelers die die clubs groot gemaakt hebben, dat die niet vergeten worden. Ja, mooi. Ja. Henk, normaal zou ik zeggen, en jij hebt dan dit meegenomen, maar ja. Wat is het mooiste wat in je hoofd zit? Ah, ik heb heel veel mooie dingen, dat meen ik echt. Pik er één uit, want... Ja, maar dat is heel moeilijk om er één uit te kiezen. Messi laten debuteren. Nee, dat is een heel verhaal. Misschien is het wel mooi, dat weet ik eigenlijk niet, maar... ik heb zoveel dingen, ja... Leuke dingen, grappige dingen, trieste dingen. Maar hoe komt het dat je niet iets tastbaars hebt? Ben je daar niet de type voor? Nee, ik spaar niks. Jij hebt geen shirts, foto's? Nee, dat horen we hier wel vaker aan tafel. Maar meestal komt er dan toch nog wel... Nee, Hugo Overkamp kwam met een verkreukeld kaartje aanzetten met zijn foto. Nou, het enige wat ik heb is... ik heb een dennappel, zo'n ding. Ja. Die heb ik. Ik heb bij Barcelona heb ik zo'n dingetje gekregen. Toen we de Champions League wonnen, zo'n replica. Ja. En ik heb twee medailles, weet ik. Een zilver en een gouden voor de Champions League finale winnen en verliezen. Maar dan ben je ook weer niet zo trots op dat je zegt van... Dat neem ik mee. Maar als ik, toevallig laatst mijn dochter, die zei... die was op internet aan het kijken. En dan, als je dan mijn naam googelt in Barcelona... dan zie je mij met alle spelers op de foto staan. Tijdens het werk, tijdens het trainen, tijdens wedstrijden. Ja, nou ja, goed. Dus als ik wat wil zien, dan kijk ik daar wel naar. Ja, eigenlijk is het heel ouderwets wat wij vragen. Van ja, nee, maar over Messi gesproken, dat is wel misschien wel leuk. Dat is eigenlijk bij... niemand heeft natuurlijk Messi leren voetballen, want dat kon hij zelf wel heel erg goed. Toen wij een vriendschappelijke wedstrijd moesten spelen voor de opening van het stadion in Porto. Dat was voor de EK in Portugal. In 2000... Wat was dat? 2004, ja. En dat was tijdens een interland weekend. En alle spelers van Barcelona zijn international bijna. Bijna allemaal die in de basis stonden. Dus die waren weg. Dus we gingen met een veredeld tweede elftal naartoe. En toen waren mijn spelers tekort. En toen hebben we spelers uit de jeugd meegenomen. En Bekiri Stijn, die nu bij Manchester City zit... die zei toen tegen ons van... er is nog een jochje van 16. Die kan heel goed voetballen, neem hem maar mee. Neem hij hem ook maar mee. Nou, we hebben toen daar die wedstrijd gespeeld. We hebben verloren met 2-1. En we hebben iedereen laten spelen. Dus ook dat jochie. De laatste 10 minuten. En we hadden hem nog nooit gezien. Want hij meldde zich bij de bus. Bij het vertrek. Leo. Ja. Dat is Leo Messi, Leo. Ja. En hallo, ik ben Leo, heel verlegen. En ging achterin de bus zitten. En toen mocht hij invallen. En de eerste, de beste actie was een actie, dat was geweldig. En de tweede actie was ook geweldig, maar toen vloog hij 1,5 meter door de lucht. Die aanvoerder van Porto, die gaf hem een zaag. Niet normaal. Maar dat ventje, dat echt waar, die ging echt door de lucht. En die kwam neer... En die stond op of er niks aan de hand was. En die pakte die bal en die ging weer. Ja. Dus dat was heel erg bijzonder. En toen hadden we wel in de gaten van dat dit mannetje wel eens aardig kon voetballen. En toen mocht hij... hij zat toen in Barça C.
Je had Barça het eerste, je had het tweede, Barça B, je had Barça C. Barça B speelde in de Segunda B, dat was het derde niveau in Spanje. En Barça C speelde op het vierde niveau in Spanje. Maar dat zijn echt die dorpsclubs die nog op zandvelden speelden toen de tijd en zo. Halve grindvelden. Ja, daar kreeg die jongen schoppen, niet normaal. Dus dan hebben ze hem weggehaald, dan hebben ze hem naar Barça B laten spelen en bij ons laten trainen. Nou, en de rest is geschiedenis, denk ik. Dit is ons elftal dat de afgelopen weken door onze gasten is samengesteld. Met Volendam-keeper Filip Stankovic tussen de palen. Dan achterin veel Ajax met Mazraoui uiteraard. Timber. Zit een speler bij die ik zelf gehaald heb naar Go Ahead. Wie is dat? Hier, Beukema inderdaad, Beukema. Van AZ. Timber staat daarnaast. Die kwam uit de jeugd van Twente. En kijk eens aan. Weer naar Go Ahead gehaald. Op het middenveld hebben we Klaasie en Mitchell. Ik maak nog even het elftal af. Berghuis op rechts en Carlsen van AZ op links. En in de spits hebben we nu sinds vorige week Muren en Gleiner Plet. Volendam en Telstar. Jonk is de trainer en Geuze Buurk is de scheidsrechter. Ga je gang. Henk, wat vind je ervan of wat moet er anders? Nou, ik ben geen voorstander van dit systeem, maar dat is iets anders. Je mag je ook aanpassen, hoor. Nou, je bent er, hè? Nee, ja, ik vind dat Muren en Plet die verdienen dat gewoon om in de spits te staan. Robert natuurlijk met al zijn goals die hij maakt. En vorig jaar bij Cambuur en nu weer. Heel erg belangrijk geweest in de promotie. Dat gaat echt gebeuren. Vanavond gaan we... Glenn Plet die al jaren achter elkaar op zijn niveau zijn goals maakt. En hele sympathieke speler ook. Dus laten we zeker staan. Het zijn eigenlijk allemaal wel sympathieke spelers. Maar als ik één speler zou willen vervangen... niet omdat ik hem wil vervangen, maar... ik wil er een nieuwe speler in brengen. Dat is Rijn Gravenberg. Omdat hij met name de laatste weken weer erg goed speelt. Is weer een beetje terug, hè? Ja, een jongen van 19 jaar met zoveel kwaliteit. En dat gaat helaas ten koste van Jordi Klaasie. Nou, die heeft er maar één week ingestaan. Die ik overigens een geweldige speler vind. Ja. Maar... Alex Pastoor zei vorige week daarover... meesterpaser doet denken aan Pirlo. Weet waar de bal heen moet. Ja. Dat weet ik, maar hij staat aan de linkerkant. Als hij aan de rechterkant had gestaan, had ik Mitchell eruit gehaald. Nou, je mag het ook zo draaien. Ja. Oh, dat mag ja, ook. Maar dat is ik niet. Dan haal je Mitchell eruit. Dan haal ik Mitchell eruit. Ja, rechterkant, en dan komt hier Rijn Gravenberg. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, nou, het ziet er en Gravenberg, uit. Zeg je van, dat is echt... Gravenberg is een van onze Nederlandse pareltjes, denk ik. Moet hij naar Bayern gaan? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn keuzes die jongen zelf met zijn familie moet maken. En ik zou, als ik helemaal nog een jaartje bij Ajax blijf. Ja. Frans? Ja, nou dan, we hebben het net over Itahare gehad. Ik hoor me in het team. Dus je gaat voor ik wil alles of niks. Wat extra vertrouwen geven. Hij is weer terug. En ik hoop dat hij het weer op de rails kan krijgen. En weer wat kan laten zien. Het zal je niet verbazen dat hij er nog niet eerder in heeft gestaan. Dus we gaan hem maken. Nee, ja, dus die gaat aan de rechterkant spelen voor Berghuis. Dan. Dus dat is mijn... Berghuis gaat eraf. Ja. Berghuis gaat eraf. Berghuis ook minder, hè, op rechts. Ja, wat minder op rechts. Ja, natuurlijk vroeger speelde hij wat meer op rechts dan tegenwoordig. Maar die komt dan op de rechterkant te spelen. En ik hoop dat hij het de komende tijd gaat waarmaken. Mooi. Ja, mooi. Kom lekker weer aan tafel. Nou... mocht je willen reageren op ons elftal van FC De Aftrap... dan kun je uiteraard de hashtag Aftrap gebruiken op Twitter... of onderstaand mailadres even een berichtje sturen. Goed, wij zijn aan het eind gekomen van ons programma. Ik wil deze twee toppers bedanken voor hun komst. Frans, jij succes met wat je nou doen gaat in je ja, leven. Ja, dankjewel. Henk, jij ook hartstikke bedankt. En we vonden het geweldig dat jullie hier aan tafel zaten. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Jack Spijkerman en Ever ten Napel als gast. Kijk eens aan. Ja, ook weer twee leuke gasten. Zo is dat, zoals eigenlijk elke week het geval is. Voor nu in elk geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Aftrap. En ja, wij gaan ons concentreren natuurlijk op Den Bosch FC Volendam. Vanavond gebeurt het wel, gebeurt het niet. In ieder geval een fijn weekend gewenst. Dag.